Hoeveel regen is hier de afgelopen 10 dagen de grond ingezakt? Hoeveel regenwormen zouden in deze vierkante meter hebben gewoond dit jaar? Als ik deze grond goed zou verzorgen, hoeveel weken zou ik hier dan van kunnen eten? Zou hier gevochten zijn? Hoeveel bloedsporen zouden hier in de grond opgeslagen liggen? Stel, we beginnen hier met een DNA-onderzoek. Van hoeveel mensen zouden we hier DNA-sporen vinden? Kijk, dat is... Die is echt ongecoördineerd uit de grond gekomen. Zo. Midden in de nacht. We lopen hier met een speciale interventieteam van ProRail naar een plek toe waar zich koperdieven mogelijk ophouden. Verplicht aan de slag in de bijstand bij de veegploeg. Ja. Bevalt het een beetje? Oh ja, op zich. Het is lekker weer. Ik ben buiten, dus op zich wel goed. Toch, je maakt de wijk weer netjes en toonbaar. Domestically challenged. There you go. Tell me about it. Well, I guess, classic stop story. I started off, was working. And... How do we explain wars and things like that? Wars are created by, I say they're created by people, but they're let's say they're created through people. But by the life force? By the same life force that creates everything else. They're created and perpetuated by thoughts and feelings that revolve around being a separate self. That's it. That is the origin of all war and conflict. Conflict in ourselves, conflict in relationships between two people, conflict in families, conflict in communities, conflict in countries, conflict in the world. It all comes from one simple idea. I am a separate self.
Bij de redactie van Uitvaart.com komen met regelmaat vragen binnen over de as die overblijft na een crematie. Vaak wordt ons gevraagd of de as van verschillende overledenen vermengd raakt in de crematieoven. Om een goed antwoord te kunnen geven op die vraag, laten wij u in deze film zien hoe de as na de crematie uit de oven wordt geruimd. Tussen het invoeren van de kist in de oven en het ruimen van de as zit ongeveer een uur en een kwartier. De ovenist van het crematorium ziet op het computerscherm van de oven precies wanneer de as uit de oven gehaald kan worden. Can't tell the birds from the blossoms.